Goedemorgen allemaal, als u ingelogd bent. Mijn naam is Henk Meulink. Ik zal mij eerst even voorstellen wat ik ben en wat ik doe. Als u mij niet ziet trouwens, dan moet ik even voorzetten, dan moet ik full screen aanzetten en dan kunt u mij zien, hebben ze mij verteld. Mijn naam is Henk Meulink. Ik heb in het dagelijks leven een eigen bedrijf in zonne-energie. Dat ben ik 11 jaar geleden begonnen. En dat is succesvol in deze tijd. En een aantal jaar geleden, een jaar of 7, 8 geleden, toen kwam ik op het idee dat ik met mijn en onze kennis daar best wel wat goeds mee zou kunnen doen in Afrika. En vanuit die gedachte heb ik een stichting opgericht. Die heet Our Energy Foundation. Die ziet u onder in het logo af en toe verschijnen. En dat is een stichting die zich richt op het aanleggen van zonne-energie in Afrika. Nou is mijn eerste vraag de poll al, en dat is voor mij wel interessant om te weten hoeveel mensen er ervaring hebben met zonne-energie in Afrika. Dus niet zonne-energie thuis, want iedereen heeft al zonnepanelen op zijn dak, maar wie heeft er ervaring met zonne-energie in de derde wereldlanden? Als het goed is, komt daar zo'n poll van, die kan ik dan zien. Daar zie ik het al. Zoals gezegd, ik ben oprichter van de Our Energy Foundation. En dat is een stichting die zich richt op aanleggen van zonne-energie. U ziet mij hier op een aantal plaatjes al staan in Afrika. En wij leggen niet zelf de zonne-energie aan, maar wij laten dat allemaal aanleggen. Daar kom ik later in het verhaal nog op terug. Our Energy Foundation is op dit moment actief in 4 landen en dat is niet dat we daar begrensd zijn, maar daar hebben wij de meeste ervaring en de meeste contacten. Dat zijn de landen Kenia, Tanzania, Oeganda en Zambia. We hebben de afgelopen jaren ongeveer 25 installaties aangelegd. En dat zijn installaties van kleine, van enkele paneeltjes in de sloppenwijk van Mombasa, tot hele grote installaties van op een ziekenhuis in Zambia. Zoals gezegd, wij geven geen geld, maar wij regelen de installatie. Dus wij verzamelen in Nederland geld met onze stichting. En we laten de installatie aanleggen daar in het land. Dus we gaan niet met materialen slepen, dat zullen we later nog wel bespreken. Maar wij laten dat daar aanleggen. Dus wij regelen de financiering en de technische installatie. Henk, sorry dat ik heel even inbreek in je verhaal. Ja. Ik heb de poll geprobeerd, of de poll gelaunched, alleen hij wordt niet ingevuld. Dus ik weet niet zeker of mensen hem kunnen invullen of niet. Ik zal hem nog een keer launchen. Ja. En anders wil ik mensen even uitnodigen om in de Q&A hun antwoord te geven. Dan kunnen we daar ook uithalen. Ja. Is goed. Daar komt hij nog een keer. Wat is het belangrijkste probleem in Afrika? Het belangrijkste probleem in Afrika zijn eigenlijk 3 dingen. Het eerste probleem is dat er gewoon geen elektriciteit meer is. Hier ziet u een plaatje. Daar houdt gewoon de mast ergens in de wildernis op en dan stopt daar gewoon de elektriciteit, terwijl er een hele grote groep bevolking achteraan zit. Ik kom straks nog even met de volgende poll, daar mag u vast over nadenken. Hoeveel mensen u denken dat er elektriciteit hebben in Afrika? Henk, ik kom er weer even tussen, ja. Sorry. ik krijg in de Q&A reacties dat ze geen poll te zien krijgen. Dus ik denk dat hier technisch iets misgaat. De antwoorden zijn over het algemeen dat er geen ervaring is met zonne-energie of zonnepanelen. Dus waarschijnlijk ook de reden om hier in te loggen en naar jouw verhaal te luisteren. Okay. Maar ik denk dat de tweede poll ook niet gaat lukken.
als de eerste pool al niet zichtbaar is. Dus nou, geen dan punt. Weet je dat. Ja. Dan weten we dat, dan gaan we zo verder. Dan zal ik straks de antwoorden geven op de tweede pool. Ja. Nou, het eerste zegt, er is geen elektriciteit. Dan geef ik maar gelijk het antwoord. Er wonen ongeveer 1,2 miljard mensen in Afrika. Daarvan hebben nog niet de helft van de mensen aansluiting op het elektriciteitsnet. Dus dan weet je hoe groot het probleem er is. Het tweede is, dan ziet u hier een plaatje van een ziekenhuis waar ik later nog op terugkom in Zambia. Dat is in Lukulu. Dat ze soms wel elektriciteit hebben. Het ziekenhuis heeft wel elektriciteit. Maar dat de overheid het gewoon afsluit voor een aantal uren. En dit ziekenhuis, dat wordt nog steeds tussen 12 uur 's nachts en 6 uur 's ochtends gewoon afgesloten. En dan is er geen elektriciteit. En vorig jaar was het zo erg, er was te weinig elektriciteit door de Zambezi rivier die daar stroomt, weinig water had. En dan wordt die gewoon overdag ook nog een aantal uren afgesloten. Dus wie er dan ook achter zit, dat maakt ze eigenlijk niks uit. Er wordt er gewoon afgeschakeld. Het derde probleem wat we daar heel veel zien, is hele onbetrouwbare elektriciteit. Ik heb hier een klein plaatje van een aansluiting. Dus maar een klein voorbeeld. Maar vaak zie je dat de aanleg slecht is. En waardoor je vaak heel veel uitval hebt. Je noemt dat black spots. Dus op de onverwachte momenten, dan valt gewoon de elektriciteit uit. En dan kan het soms uren duren, soms dagen, soms weken. En dan is er gewoon geen elektriciteit. En dan moet je er maar mee doen. Nou, wat betekent dat in een land als Afrika? Wij kennen eigenlijk helemaal geen uitval van elektriciteit. Als wij in Nederland twee keer per jaar een half uur uitvalt, dan is dat veel. Maar in Afrika gebeurt dat heel veel. En de gevolgen zijn groot. Je ziet hier een plaatje van een internaat voor mensen met een handicap. Die worden daar verzorgd. Daar ziet u achterom, ziet u misschien nog wat ernstig gehandicapte mensen. Als daar de elektriciteit uitvalt, dan betekent het dus dat ze de kinderen en de volwassenen die hier wonen, dat ze die met een zaklantaartje 's nachts moeten verzorgen. Daar kunt u zich misschien niks bij voorstellen. Maar als u dat één keer gezien hebt, dan weet u wat dat betekent. Maar je maakt het dus ook mee met ziekenhuizen. We hebben heel veel dovenprojecten gedaan van dove scholen, dove internaten. En daar zie je dus dat als je doof bent, dan is dat al erg. Maar als je ook nog 's nachts geen elektriciteit hebt, dan heeft dat grote gevolgen voor dat soort mensen. Zowel niet meer horen als niet meer kunnen zien. Nou, belangrijkste ding is, als u vragen hebt, dan mag u dat de tussentijd stellen aan de host. Ik weet niet precies hoe dat gaat, maar die krijg ik dan tussentijd weer door. De belangrijkste vraag natuurlijk, hoe pak je nou zoiets aan als je zo'n project hebt? Je bent een particulier initiatief en u loopt tegen dit soort problemen aan. En u wil graag die mensen helpen. U wil graag het leven van die mensen in Afrika of in de derde wereld wat beter maken. Onze standaard aanpak is dat we eigenlijk altijd naar zo'n project toe willen. Want als je het ziet, dan weet je ook waar de problemen liggen en waar de nood ligt. En wat er echt nodig is. Want soms weten ze er ook heel weinig van. En het leven is anders dan in Europa. Zij zijn veel meer gewend aan tijden zonder stroom dan wij. Wij raken snel in paniek. Maar ze leven daar heel anders mee, gaan er heel anders mee om. Het belangrijkste is ook dat je met hun ogen daarnaar moet kijken. Ga niet met onze ogen, met onze energiebehoeften kijken naar hun behoeften, want dan kom je op hele rare dingen. Wij hebben minimaal 10 tot 12 zonnepanelen op ons dak nodig om onze elektriciteitsbehoeften te dekken. Maar als je in Afrika bent, dan is een half of één paneeltje voor een huishouden al voldoende. Dus we hebben een hele andere elektriciteitsverbruik. Misschien kunnen we daar ook wel in ons land wel een voorbeeld aan nemen. Ze hebben dus veel minder nodig om een goed leven te krijgen dan wij. Misschien wel minder verwend. Belangrijk is ook eens kijken naar wat zijn nou de gebruikers in zo'n huis. Ze hebben veel minder gebruikers, maar ze hebben soms ook wel hele rare gebruikers. En je komt soms dit soort lampen tegen. Dan denk je van ja, als je die gaat branden, als ze al branden, wat betekent dat voor een elektriciteit? Ze hebben heel vaak dat ze rare gebruikers dan hebben die heel veel energie.
wat wij veel tegenkomen daar in Afrika, dat de desktops gegeven worden aan projecten. Die hebben wij dan in Europa of Amerika over en die sturen we dan naar Afrika toe. En daar maken ze driftig gebruik van. Alleen we vergeten dat die dingen heel veel elektriciteit verbruiken. Dus kijk eens goed naar wat voor elektriciteit verbruiken. En leren in eerste instantie ook eens bewust om te gaan met elektriciteit. Ook daar kun je al een heleboel in doen. Eigenlijk de eerste stap, die zien we overal. Als je rondloopt in dat soort projecten, dan zie je bijna overal TL-balken hangen. En TL-balken, dat zeg maar zo onze oude gloeilampen, die gewoon zeg maar 5 tot 6 keer zoveel energie verbruiken als LED-lampen. Bijna elk project wat we starten, dan zeggen we, jongens, we gaan eerst de lampen vervangen en daarna gaan we pas verder kijken, want anders kom je in een heel hoog energieverbruik en dan is het bijna onmogelijk om daar een goede betaalbare zonne-installatie voor aan te leggen. En rechts zie je zo'n LED-lampje daar branden. Zo'n LED-lampje kost een paar euro. Maar als je daarmee je energieverbruik zeg maar met 80% omlaag haalt van je lamp, dan is dat heel goed. En leer ze ook de lampen uit te doen. Hè? We hebben in Nederland ook last van, maar in Afrika helemaal. Ze branden als ze gratis energie hebben, dan denken ze dat ze maar ook eindeloos hun lampen aan kunnen laten staan. Wat is nu belangrijker gegeven voor een zonne-installatie, een PV-installatie? Eigenlijk 3 dingen zijn belangrijk als je zo'n opzet maakt. Hoeveel is het verbruik? Wat verbruiken ze aan energie? Dat is belangrijk om te weten hoeveel zonnepanelen je nodig hebt. Dat is het mooiste natuurlijk in Afrika, dat je 365 dagen per jaar zon hebt. Er komt pas wat bewolking, maar je hebt eigenlijk alle dagen per jaar zon. En dat maakt het ook zo mooi in Afrika, want ze kunnen daar gewoon helemaal zonder het net, kunnen ze met zonneinstallatie een elektriciteit voorzien. Wat daarnaast belangrijk is, is het dag- of nachtverbruik. Als je veel nachtverbruik hebt, heb je veel accu's nodig. En als je alleen maar dagverbruik hebt, ik zal straks een voorbeeld laten zien, ja, dan kun je het eigenlijk nagenoeg zonder accu's doen. En het derde belangrijk bij een PV-installatie is het vermogen van de verbruikers. Dus een lamp is een vermogen, maar je komt ook tegen dat ze soms een zaagmachine eraan hebben staan, of ze hebben veel haardrogers, of ze hebben veel desktops. En dat bepaalt het vermogen wat ze dan nodig hebben, en dat bepaalt het vermogen van de omvang. Daar kom ik bij het volgende plaatje op. Maar deze 3, globaal gezegd, en Jip en Janneke, zijn de gegevens die de grootte van een PV-installatie bepalen. Hier ziet u dat in een klein plaatje terug. Rechtsboven het zonnepaneel. Dat wordt bepaald door het totale elektriciteitsverbruik. Dan ga je naar een laadregelaar die eronder zit. Die zorgt dat de zonneaccu's geladen worden. En die regelt ook dat ze niet overbeladen worden. Van die accu's ga je naar een omvormer. En die omvormer zorgt dat je 230 volt eruit krijgt. Dat hoeft niet altijd. Je kunt ook hele kleine installaties hebben die het op gelijkspanning kunnen doen. Maar in de meeste gevallen zitten er allemaal apparaten achter die naar 230 volt kunnen. Nou, dit is eigenlijk in grote lijnen waar een installatie uit bestaat. Het blijft nog stil in de vragen. Het klopt, Henk. Er zijn inderdaad nog geen vragen binnengekomen. Dus nou, het is een helder verhaal. Dan ben ik toch niet over duidelijk. hier een grote plaat van allemaal toepassingen. Ik ga er zo 3 uitpakken. Maar ik kan er wel heel veel meer vertellen. Als u eens op de site van Our Energy Foundation kijkt, dan ziet u heel veel toepassingen. Wat we gedaan hebben van heel klein tot heel groot. En je ziet er wat gebouwen waar het allemaal op gelegd is. Henk, ik krijg nu wel een vraag binnen. Ja. Wordt de installatie aangesloten op het openbaar net of niet? Ja, dat is een goede vraag. Het openbaar net in Afrika is altijd een beetje gevaarlijk om erop aan te sluiten. Omdat het net daar heel instabiel is.
dat de spanning van het net, dat schommelt, we hebben in Nederland 230 volt. En dat mag dan een beetje schommelen tussen 220 en 240 of 250, geloof ik. Maar in Afrika schommelt dat heel erg. Dus je moet heel erg oppassen als je installaties aansluit op het net. Het kan wel, maar als je dat niet goed doet, dan kan je installatie zomaar kapot branden door een te hoge voltage van het net. Dus we hebben het liefst altijd dat ze helemaal los zijn van het net. Maar soms gebruik je ook wel een net als backup. Dus mocht er op een gegeven moment een hele hoge verbruiker zijn, of op een of andere reden is het zonne-installatie uitgevallen, dan gebruik je eigenlijk een net als backup. Dus niet andersom. Maar dus de zonne-energie als backup, maar het net gebruik je dan als backup. Maar samen, zoals wij in Nederland doen, dat doen we niet vaak. En als je het doet, moet je het heel goed inregelen dat ze elkaar niet beïnvloeden. Maar in veel gevallen, zoals ik al zei, is er gewoon geen elektriciteit. Eigenlijk al die voorbeelden die je hier op dit plaatje ziet, alleen linksboven, dat is het plaatje van het ziekenhuis, die had elektriciteit. En linksonder trouwens ook, maar de rest had gewoon geen elektriciteit. En dan ja, is het eigenlijk veel makkelijker. Ik heb een tweede vraag. Ja? En dan laat ik je daarna weer even je verhaal doen. Kun je vertellen waar de installaties worden ingekocht en maken jullie gebruik van diverse leveranciers? Ja, daar kom ik eigenlijk straks nog eventjes op, maar daar kan ik nu wel even wat over vertellen. Wij brengen de materialen er nooit zelf naartoe, dus wij werken met installateurs in het land zelf. En dat is om een aantal redenen. A, willen we de economie daarop bevorderen en we willen de kennis daar ook overdragen. Maar het tweede is, als je een probleem hebt en je zit weer op je vliegtuig naar Nederland en het valt uit, ja, dan moet je ook een partij hebben die dat weer goed kan herstellen. Dus wij willen, wij doen het eigenlijk alleen maar met plaatselijke installateurs. En we kijken wel heel nadrukkelijk wat ze daar aanbieden. Want met alle respect, als je daar wat aanvraagt, er zijn heel veel installateurs. Maar er zijn ook heel veel soorten en materialen waarvan je zegt, ja, dat moet je er allemaal niet op plakken. En onze trots is eigenlijk dat alles wat we tot nu toe hebben laten aanleggen, dat zijn 25 installaties, die draaien ook nog allemaal. En dat vereist gewoon een goed stuk voorbereiding en goed kijken naar de kwaliteit van materialen. Want bijna alle materialen komen uit, of uit Europa, of uit Amerika, of uit China. In Afrika wordt eigenlijk nauwelijks goede materialen, gewoon heel montagematerialen misschien wel. Maar accu's en panelen en omvormers komt allemaal van buiten Afrika. Ja. Dit is een voorbeeld van een installatie. Linksonder ziet u de mevrouw die in werking stelt. Dat is eigenlijk wel een heel mooie, eenvoudige oplossing. Dat is in Tika in Kenia. En die hadden een water- en pompinstallatie die werkt op diesel. Dat kostte hen heel veel geld. Om dat water op te pompen. En ze hadden ook niet eens altijd geld voor de diesel om dat te betalen. En hebben we een installatie laten aanleggen zonder accu's. Want er zit als u daar rechtsboven ziet, een reservoir staan. En deze pomp die werkt op een zonneinstallatie. En die pompt het water naar boven als er zon is. Nou, er is genoeg zon. Dus zij pompt, als de zon begint te schijnen, het water naar boven. En boven ziet hij de waterlevel monitoring. Dus als hij vol is, dan houdt hij op te pompen. En zo pompt hij continu als de zon is, het vat weer vol. En als het vol is, dan houdt hij op te pompen. Zo'n installatie is niet duur, omdat je geen accu's nodig hebt. En er zitten ook weinig storingsfactoren in. Maar het is een fantastische oplossing om continu water in je reservoir te hebben. Dit is wat ik net al heb genoemd. Dit is onze grootste installatie tot nu toe. En er staan er wat groter op de planning. Oh, hij loopt nu door. En dan moet ik eventjes... Nu gaat er iets niet helemaal goed. Ik weet niet waarom dit niet goed gaat. U ziet een... Ja, ik word weer even geholpen. Ik ga even
naar de dia waar ik was. Ja, dit is een, wat ik net al noemde, een ziekenhuis in Zambia, waar 's nachts de elektriciteit gewoon werd afgeschakeld. Nou, daar heb je, u ziet het ook boven aan de mensen, dat wordt dus allemaal aangelegd door een bedrijf in Zambia. Dat is zodanig aangelegd met een apart netwerk in het ziekenhuis, dat het nu continu stroom heeft. En dat ze zeg maar alle occasies ook gelijk kunnen doen en kunnen afmaken. Tot voor kort was het zo, als je daar om 11:30 binnenkwam, dan wisten ze, ja, over een half uurtje hebben we geen stroom meer. En dan kon je wachten tot de volgende dag. En het is een gebied zo groot als Noord-Nederland. Waar de eerste beste ziekenhuis op ongeveer 8 uur reizen ligt. Dus als je daar met een blinde darmontsteking, of sorry, acute blinde darmontsteking, bij geen dokter kwam, dan misschien moest je dan beter naar de pastoor gaan dan naar het ziekenhuis, want er was gewoon niets meer te doen. Dit is een revalidatiecentrum in Mombasa, in de sloppenwijk eigenlijk van Mombasa. Daar worden kinderen met een, dat ziet u rechtsboven, met een zeg maar een ledemaat wat ze niet hebben, krijgen een nieuwe ledemaat aangemeten en revalideren daar. Die hebben ook dus ook geen stroom. Links ziet u de dementies daar en kijkt in het midden vol trots naar zijn lampje. En had dus hierdoor 's nachts weer stroom. En de kinderen en volwassenen die daar gerevalideerd worden, hadden dus werden dan 's nachts in ieder geval weer licht om te wassen en naar het toilet te gaan. En de mensen zijn erg blij daar geweest. Het is een hele arm streek daar in Mombasa. Het was echt een wereld van verschil wat ze daarmee konden maken. Henk, ik haak even aan op Mombasa. Ja? Want daar heb ik ook een vraag over binnengekregen. De vraag is, naast het feit dat het natuurlijk een groene oplossing is, goed voor het milieu, zorgt het ook voor een grote kostenbesparing, het gebruik van de zonne-energie? Ja. Ja, dat heb ik niet genoemd, maar dat is, de energie is duur. Niet, dus van het net kost het veel geld. En het kost ook veel geld als je dat natuurlijk met de generator wil doen. Dus dat heb ik eigenlijk niet genoemd. Dus behalve dat er veel uitval is en het er gewoon niet is. Als je het al wil, aansluiting op het net hebt, kost het veel geld. En in sommige gevallen moet je het ook vooruit betalen. Dus een soort telefoonkaart die je dan hebt. Dan betaal je, moet je de energie vooruit betalen. En het bespaart dus echt heel veel kosten. Ja, dit aspect heb ik niet genoemd, maar het is een heel belangrijk aspect in wat we doen. Ja. Het is mooi is toch om die vraag, misschien als iemand anders. Je ziet die panelen op zo'n golfplaten dak. Ik krijg ook regelmatig de vraag van ja, wordt het niet gestolen of dat soort dingen. Dat gaat eigenlijk heel goed. Hoewel het echt een ontzettend arme streek ligt. Dus het ligt tegen de sloppenwijk van Mombasa aan. Wordt het daar niet snel gestolen, omdat ze toch iets zien van ja, hier doen wij toch iets goeds mee. Dan moeten we met onze vingers afblijven. We hebben nu tot nu toe één keer in de laatste 7 jaar één keer echt een diefstal meegemaakt in Zambia. Dat ze een paar panelen hebben gestolen van het dak. Maar ja, dan is ook het hele dorp in rep en roer en probeert de mensen te achterhalen. En die hebben ze uiteindelijk ook gevonden, wie er met een paar zonnepanelen vandoor zijn gegaan. Wat erg belangrijk is bij een installatie, is dat je een goede ruimte krijgt voor de opslag van je accu's, van je batterijen. Want daar, dat zijn dure dingen, maar is het ook gevaarlijk als je daar met je vingertjes aan zit. Dus je moet die dingen altijd in een goede afgesloten ruimte hebben, zodat mensen er niet bij kunnen voor hun veiligheid, maar ook niet voor de diefstal. Dus dat is altijd een belangrijk iets van, is er een ruimte die je dicht kunt maken? Nou, dat kunnen de mensen allemaal vaak zelf wel doen. Die staat ook een rek voor. Daar zijn ze handig genoeg voor om het zelf te doen. Alles wat ze zelf kunnen doen, moet je ze ook zelf laten doen. Dan wordt het ook een beetje trots, een deel van hun geheel. Ik heb een aantal dingen die je wel moet doen en die je niet moet doen. Wat je vooral moet doen is, je moet zorgen voor bekende merken.
er wordt in Afrika heel veel aangeboden op het gebied van zonne-energie. Alle soorten panelen, alle soorten accu's, alle soorten omvormers. Zorg voor je merken die je kent. Als je het niet kent en niet weet waar het vandaan komt, en dan laat het maar mooi staan. Dus als je een offerte krijgt van een installateur, plaatselijke installateur, ze bieden soms gewoon maar een paneel aan zonder erbij te zeggen. Vraag altijd wat het merk is, wat de garantie is, waar het vandaan komt. Want als je dat niet weet, dan is het vaak een beetje prut. Kies voor onderhoudsvrije accu's. Je hebt allerlei soorten accu's. Het gaat te ver om dat helemaal uit te diepen. Maar kies niet voor accu's die je elk jaar nog een beetje water erbij moet doen, accuzuur. Maar kies voor onderhoudsvrije accu's. Wat je ziet is, als ze dat niet goed bijhouden, dan zijn accu's al heel snel kapot. Maar die ontwikkeling van die accu's gaat heel snel. Het mooiste is tegenwoordig, dat zag je net op een plaatje ook wel staan, lithium accu's, dat zijn de accu's die het langst meegaan, het minste onderhoud nodig hebben. Maar ga daar niet voor het goedkoopste, maar kies onderhoudsvrije accu's. En probeer een deskundige de offertes te laten controleren. Ik zal het eigenlijk nog zeggen, als u een PI bent, u heeft een project, u mag ons vragen, u mag ons mailen. En als u in een gebied zit waar we goede contact hebben, dan willen we u met alle plezier helpen. Maar probeer vanuit hier te kijken van, jongens, is het goed? Zit het goed in elkaar? Want als u daar één keer iets aanlegt en het is prut, dan ja, is het zo weggegooid geld. Waar we de laatste jaar ook achter zijn gekomen, dan gaat de techniek vooruit. Dat het heel mooi is om op afstand te monitoren. Veel installaties, en eigenlijk doen we het nu standaard, zeker bij wat grotere installaties, die monitoren we op afstand. En het mooie daarvan is dat je op afstand kunt zien wat er gebeurt. Dus als je een storing hebt, dat je ook op afstand soms wat kunt doen. Maar je kunt ook zien hoe het gebruikt wordt. En dat is wel heel apart. Want op een gegeven moment krijgen de mensen een zoninstallatie en dan denken ze dat alles gratis is. Dat is natuurlijk ook zo, want die zon is natuurlijk gratis. Maar dan gaan ze er ook van alles op aansluiten. En zo zien we soms installatie die op een gegeven moment de eerste maanden fantastisch draaien. En dan denken ze mensen of de buren van, hey, ze hebben daar stroom. Dus we pluggen er dan nog maar wat een beetje stroom bij aan, want op een gegeven moment is de stroom op. En ze hebben meegemaakt bij een installatie waar op een gegeven moment een bak over op elektriciteit werd gekocht. Om brood te bakken. En die gingen ze niet overdag gebruiken, want dat had nog gekund, want dan was het stroom genoeg. Maar die gingen ze 's nachts gebruiken. Dus in de loop van de avond was de hele accupakket leeggetrokken door de bakoven die ze op elektriciteit hadden aangesloten. Nou, die andere twee dingen heb ik net al even genoemd. Kies een installateur in het land en zorg dat je goede service hebt. Dat als er niet wat is, als er wat is, dat je ook daarop terug kunt vallen. Henk, mag ik even inbreken om weer een vraag door te geven over de installateurs. Worden die ook door jullie getraind, eventueel in design en aanleg? Of zijn dit mensen die echt lokaal al aanwezig zijn met de kennis en expertise? Ja, nou, we hebben een aantal partijen in die landen, of een aantal, eigenlijk twee goede installateurs. Die worden gemanaged door Nederlanders die daar wonen. En die hebben de kennis om dat te doen. Dus zij trainen ook hun mensen om dat te doen. En dus wij doen dat niet zelf. Maar wij gaan er altijd wel naartoe. En we delen ook ervaringen met die mensen. Om te kijken van, jongens, dat willen we wel en dat willen we niet. En zo in de loop der jaren hebben wij gezien wat we wel en wat we niet moeten doen. Dus wij trainen zelf niet de mensen daar. Dat is de installateurs die er zijn. Ja. Maar ook daar, er zit heel goede expertise in het landen. Maar er zijn gewoon ook heel veel die heel zich snel installateur noemen. Als je bij een chauffeur daar in een auto zit, of een taxichauffeur, die zal zich al snel een installateur noemen. Dat is heel anders dan hier. Maar ga niet zelf materiaal importeren. Het allereerste project dat wij gedaan hebben, wat ik gedaan heb, toen had ik de stichting al niet. Toen heb ik zelf daar materiaal aan toegestuurd. Nou, je bent heel veel energie kwijt om het allemaal goed in de container te krijgen. En nog veel meer energie om het uit de container te krijgen. Als je het er al uit krijgt, als je al uit de haven krijgt. Laat dat mensen doen die daar zijn. Die meerdere dingen importeren, want het kost heel veel energie.
en heel veel kosten om het voor elkaar te krijgen. En nogmaals, ga niet zelf installeren. Je kunt ze het wel vertellen, maar probeer de kennis daar te brengen, zodat je ze ook economisch verder helpt. Want het land is bij uitstek geschikt voor zonne-energie, want er is zoveel zon. En dan ook nogmaals, koop geen onbekende merken, want je komt snel op de koffie. Zoals gezegd, prijsverschillen is vaak ook een groot kwaliteitsverschil. We hebben wel eens meegemaakt, dan hebben wij een project geëngineerd. En bij onze bekende installateur hebben wij dan een prijs opgevraagd. En dan zeggen ze, ja, maar we hebben om de hoek ook nog iemand die dat kan. En dan leg je dat ernaast. En dan zie je dat het wel een heel stuk goedkoper is. Maar je weet ook bijna zeker dat het over een jaar niet meer draait. Nou, iemand is een snelle installateur, heb ik net gezegd. En het belangrijke is ook, leg de installatie uit, zodat ze ook zelf een storing kunnen oplossen. Zij vinden het fantastisch, zonne-energie, maar je moet ze het wel uitleggen. Ze moeten ermee om kunnen gaan. Ze moeten zien als er een rood of oranje lampje brandt, wat dat betekent. En ze moeten weten wat het doet. Want zo breng je kennis over en zo help je ze ook verder. Alleen maar het over de schutting gooien en zeggen van hier heb je elektriciteit, dat brengt u als land niet verder. En tenslotte, en pas op voor extra gebruikers. Ze zijn heel makkelijk geneigd om extra gebruikers erop aan te sluiten. Maar ja, zonne-energie is gratis. Dat zien we in Nederland ook. Mensen denken, als ze zonnepanelen op het dak hebben, dan is de zonne-energie gratis. En voor je het weet, gaat je verbruik fors omhoog. De zon maakt het verschil. Eigenlijk het mooiste wat we hebben meegemaakt. En een van de luisteraars op deze meeting, die zal dat alleen maar kunnen beamen. Het mooiste wat we hebben meegemaakt, dat is het ziekenhuis in Zambia. Het ziekenhuis hadden we, dat is in december dit jaar gebeurd, was aangesloten op zonne-energie. Het werd feestelijk geopend door het dorp. Het dorp was helemaal uitgelopen van, jongens, we hebben energie. En 2 dagen later zaten wij in de trein van Schiphol naar huis. En toen kregen wij een appje dat die nacht was een spoedbevalling geweest. Ze hadden geen elektriciteit van het net, maar wel van de zon. En als ze dat niet hadden gehad, dan had de baby en de moeder de bevalling niet overleefd. En dat is wel het mooiste wat je kunt krijgen als je terugkomt op een reis en je ziet dat je met dat soort dingen het verschil maakte. En we zien, het is in december aangelegd, we zijn nu straks bijna een jaar verder. Al bijna een jaar draait dat ziekenhuis op zonne-energie. En regelmatig s'nachts lopen ze tegen dat soort dingen aan. En dan maak je met de zon wel het verschil. En dat is wel heel erg mooi, zeker in de streek, in de armste streek van Zambia, om dat voor elkaar te krijgen. En tenslotte, zonne-energie mag nooit het doel zijn, maar een middel voor beter leven. Dus we moeten ons niet laten meeslepen dat het zo mooi is om de zonne-energie, maar het moet vooral het doel zijn, het middel zijn, om er een beter leven van te maken. En ik hoop met die paar voorbeelden die ik heb aangegeven, dat wij dat nog heel lang mogen doen. En als we initiatieven, particuliere initiatieven daarmee kunnen helpen, neem contact met ons op. En wij kunnen kijken of we samen met jullie daar een beter leven voor kunnen maken. In Afrika of misschien in een ander deel van de wereld. Dankjewel Henk. Ik heb nog een paar vragen voor je. Als je Er is een vraag over de waterpomp op zonne-energie die je eerder liet zien. Ja. Hoe duur is zo'n installatie ongeveer, is de vraag. Het zal alvast afhankelijk zijn van lokale omstandigheden, maar misschien kun je een algemeen antwoord geven. Ja, er zijn eigenlijk twee manieren om de installatie te doen. Dit is een bestaande installatie. Dus de pomp is er al en dat soort dingen. Dus alleen de zonneinstallatie moet worden aangelegd. En dan heb je dus ook een installatie die overgaat naar 230 volt. En deze installatie uit mijn hoofd kostte zo tussen de 4.000 en 5.000 euro.
Maar het wordt wat anders als je een installatie hebt bij elkaar die je niet om hoeft te zetten naar 230. Dus het hangt echt van de situatie af. Het hangt van waar het ligt. Maar in dat soort bedragen moet je. Maar je hebt ook installaties van 2.500 euro als je er een pomp op gelijkstand bij hebt. Oké. Ik krijg positieve reacties. Luisteraars vinden het echt een goede informatie, een helder verhaal. Er komen ook vragen binnen om inderdaad samen te gaan werken. Ja. Ik denk dat het goed is als ik die gegevens even verzamel en achteraf aan jou doorgeef. Heel mooi. Er is nog wel een vraag. Welke lokale partners komen in aanmerking? Heb je bijvoorbeeld selectiecriteria? Ja, wij kijken altijd naar een paar dingen. Het eerste is dat wij vinden dat we wel het verschil moeten maken. Dus het moet echt wel om de armste mensen in de wereld gaan. Als wij zien dat het enige vorm van luxe heeft, dan haken we af. Dus dat is het eerste. Het tweede, dat wij financieren vaak een stuk mee. Maar dan moeten we ook echt zien dat het nodig is. Als er een stichting of een particulier initiatief achter zit, waarvan we zien dat die zelf heel veel geld hebben, dan willen we hun wel helpen. Maar dan zeggen we, ja, jullie kunnen net zo goed zelf betalen. Maar we vinden het altijd erg leuk om het of met z'n tweeën of met z'n drieën te doen, om samen die gelden bij elkaar te krijgen en dan zoiets te realiseren. Dus dat zijn wel een beetje de criteria. En wij houden ons in dit stuk ook aan de criteria die Wilde Gansen hanteert voor projecten. Dus noemen we, als we echt kinderthuis of weeshuis hebben, dan haken wij ook af. En dus het moet echt een goed doel zijn waar we zeggen, daar maken we het verschil. Ja? Ja. Nog een vraag komt weer binnen. Je geeft aan dat energie niet over de schutting gegooid moet worden. Hoe betrek je partners van het begin af aan bij selectie en installatie en de afwegingen die je dan maakt in de installatie? Hoe zorg je ervoor dat de energie dus op de juiste manier wordt toegepast en er geen extra televisiesets worden aangehaakt en dat soort toestanden? Ja. Ja. Nou ja, behalve dat we de installatie bezoeken bij het begin, gaan wij ook vaak weer terug. Dus eigenlijk bijna alle installaties die zullen we het jaar erop of anderhalf, twee jaar daarna ook weer bezoeken. Dus we gaan er ook weer achteraan. Om te kijken inderdaad of het snapt. En we hebben gewoon ook heel veel contacten. We kunnen appen, we kunnen mailen. En bij soms gaat het goed. Wij maken ook wel eens mee dat de installatie al twee maanden eruit ligt. En dat we dan pas horen dat het niet meer draait. Dus je moet ze ook een beetje assertief maken om te zeggen, jongens, als het niet is, bel ons op, hè, app ons en dan gaan we het erachteraan. Dus dat is wat we doen. Tegenwoordig kunnen we het monitoren, maar de oude installaties hebben niet allemaal monitoren. Maar de nieuwe installaties wel. En dan kunnen we goed volgen hoe het draait. En dat bedoel ik me niet over de schutting. En als je dan terugkomt en je ziet dingen, en dan kun je mensen nog eerst uitleggen van, jongens, let daarop. En dat proberen we duidelijk te maken dat we het niet over de schutting gooien. Ja? Heb je nog een vraag? Even kijken. Er is een vraag. Heb je ervaring, informatie over kleine systemen, zoals solar pumps voor huishoudens? Ja, hier heb je in het begin al even over gesproken. Ja, nou, ik ken ze. Wij doen dat niet, want wij doen geen huishoudens. Maar ik heb wel technische kennis van wat daar mogelijk is, ja. Dus dat zouden mensen ook kunnen aan. Wij doen niet. Wij doen eigenlijk alleen maar projecten, dus als scholen, ziekenhuizen, internaten en dat soort dingen. Maar wij doen geen particuliere huishoudens. Maar ik heb daar wel kennis over om daarin te adviseren. Dus men zou contact kunnen opnemen met vragen. Ja. Oké, super. Nee, dat was de laatste vraag. Ja, nou nog even de vraag, de polvraag die niet in is gevuld. Hoeveel mensen in Afrika aangesloten op energie? Er zijn minder dan 50% van de mensen aangesloten op het
elektriciteitsnet in Afrika. Dus we hebben daar nog een hele wereld te gaan. En we kunnen daarmee met onze kennis het verschil maken. Zeker. Ja. Ik weet niet of mijn contactgegevens of de contactgegevens stichting nog ergens in beeld komen. Anders, als u naar Our Energy Foundation, de site gaat, dan kunt u daar zet een mailadres en kunt u contact met ons opnemen. Als er geen vragen zijn meer, dan denk ik dat we klaar zijn. Klopt dat, Maru? Ja, dankjewel. Ja, nee, geen verdere vragen. Ik wil nog wel even in beeld blijven. Maar... Ja, nee, ik denk dat het een duidelijk verhaal is. Ja, contactgegevens kunnen we niet zo even in beeld krijgen, maar je zei al, die zijn te vinden online. En ja. Ik ga ook even wat gegevens doorgeven van mensen die hier gereageerd hebben. Goed. Dat komt goed. Dankjewel. Dank voor alle luisteraars. Ja.